Ik ben nu Towards Dawn aan het maken, een creatie voor twee mannelijke dansers. En voor dat stuk werk ik met Adonis Nebie en met Sige Sayuba. Ze komen allebei uit Burkina Faso, West-Afrika. En het idee voor mij was om met mannelijke dansers te werken, die ook een bepaalde soort dynamiek en fysicaliteit hebben dat het stuk vraagt. En ik ken hun al langer als danser. En mij leek het extreem interessant om hun moderne dansachtergrond, dat ook gevoed wordt door de Afrikaanse cultuur, in contact te brengen met mijn achtergrond van Indiase dans en daar dan een eigen melange van te maken. Towards Dawn gaat over het aangaan van emoties en het eigenlijk het niet ontsnappen aan emoties die moeilijk zijn of die pijnlijk zijn en van angsten. Wat gebeurt er als je probeert om die strategieën van vluchten niet aan te gaan, maar juist eigenlijk vol aan te gaan wat er dan wel opkomt. Al die pijn of die angst, al die emoties die dan eigenlijk die je wil ontvluchten. Wat gebeurt er als je die aangaat? En dat is eigenlijk waar het stuk over gaat. En als je dat doet, wat is dan het effect? Is er dan een soort licht aan het einde van de tunnel? Ik ben ook in dit stuk veel minder bezig geweest met, oh ja, de Indiase dans en dat brengen naar de moderniteit, wat wel een deel is van mijn traject. Maar het is een soort natuurlijk geworden dat ik dat wil, dat het niet een doel aan zich is in het stuk. En dat is heel anders dan Kiss of Life door de ogen van mijn stad zelfs. Want daar was het gewoon heel duidelijk een doel ook in het stuk zelf. Maar nu is het zo deel van hoe ik aan het werken ben, dat ik het in het stuk niet per se benoem en dat het wel gebeurt. Maar omdat je het op die manier doet, wordt het veel meer verweven en zie je veel meer de cross ervan. En dat is gaaf. Daar ben ik heel erg blij mee om dat te zien. Ja. Ik heb 1 week gewerkt in Corso met de dansers. En daarna zijn we naar Burkina Faso gegaan om daar te werken. En wat voor mij echt heel bijzonder was, is dat het maakproces toch echt beïnvloed wordt door het weer, door de zon. En ook door de openheid van de cultuur. Want we repeteerden in een dansschool met 2 andere studio's naast ons, waar er op bepaalde momenten keihard djembe muziek kwam. En dan zat je in een hele andere ruimte. En wat doe je daarmee? Het voedt toch je proces. En daarnaast, wat mij ook, waardoor ik realiseerde dat ik ook heel erg Nederlands ben. Ik ben toch heel gestructureerd in mijn planning. En daar is de deur gewoon, die gaat open, dicht. Er komen mensen kijken, die gaan weer weg. En dat heen en weer van mensen, dat was ik helemaal niet gewend in repetities. Er komt soms heel even iemand langs, maar dat weet je dan. Maar hier is het gewoon om al die dansers die daar dansen, die kwamen dan als ze even pauze hadden, kwamen ze even kijken. En soms kwam er iemand gewoon 1 uur zitten. En ik zat dan soms van, oh, maar ze zijn een heel erg persoonlijke improvisatie aan het doen. Misschien vinden ze dat vervelend. En nou, de jongens die hadden nergens last van. En dan denk ik, dan realiseer je dat jij dat in je hoofd hebt, maar dat het voor hun heel open is, alles wordt gedeeld. En het was ook heel, heel leuk, want bij het einde hebben we een presentatie gedaan van het werk wat we dan die week hebben gemaakt eigenlijk. En dan hadden we de dansers uitgenodigd en ik had ook dansers die ik ken, artiesten uitgenodigd. En het was heel mooi om dat te mogen delen met hun en om hun feedback te krijgen. Dat maakte ook het proces daar echt compleet.